Aloha, lieve kijkers. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het klinkt cliché, maar clichés zijn er om bevestigd te worden. En daarom ben ik blij dat ik jullie weer een programma kan aanbieden met heel veel gezonde tips en tricks om beter in je vel te zitten en gezonder te zijn. En sommige dingen kunnen letterlijk je leven veranderen. I don't even care how overstated this is, but walks have changed my life. Like, it's the dorkiest, most cliche thing ever, but I was sitting on my couch all day long, okay? I was on my third Halloween town of the evening, and I was not gonna move anywhere. Then all of a sudden, you know, my dog comes over. She's like, Taylor, I gotta go to the bathroom. So all of a sudden, before I know it, I'm out the door. I got my jacket on, and I'm walking. I'm enjoying myself. I pop a podcast in. All of a sudden, like, I'm watching the sunset. I'm seeing the moonrise. Like, life is happening, people. Get out there and enjoy it. Ja, deze dame is duidelijk heel gelukkig dat ze het wandelen heeft ontdekt. En je zou kunnen zeggen dat dat toch een van de mooie dingen is van de coronacrisis. We hebben nog nooit met zoveel gewandeld en de natuur ingetrokken. Tenzij je het natuurlijk ondertussen hebt opgegeven, maar daar wil mijn gast van vandaag, Lies Helsloot, iets aan doen. Ze schreef dit boek, Wandel je slank en gelukkig. En ze is Take You Time experte. Lies, welkom. Take You Time experte. Wat is dat precies? Ja, ik heb de term Take You Time expert gekozen omdat ik niet in een vakje wilde geduwd worden van gezondheidscoach of wandelcoach of iets dergelijks. Vroeger had ik een restaurant, een gezondheidsrestaurant, en daar wilde ik ook niet meer alleen in zitten. Take You Time is eigenlijk mijn basisprincipe en waar het eigenlijk om draait in het leven. Alles draait om jezelf en dat is geen egoïstisch principe, maar eigenlijk zorgen voor jezelf. Take You Time, tijd nemen voor jezelf. En onder Take You Time zitten alle zaken waar ik waar mijn hartje sneller door slaat. Bijvoorbeeld wandelen is er daar eentje van. Maar Take You Time is eigenlijk het overkoepelende principe van alles wat ik doe in het leven. Oké, maar practice what you preach. Jij bent dus een wandelaar. Ik ben een wandelaar, ik ben ook ondernemer. Dus als het gaat over practice what you preach, walk the talk, dat ben ik helemaal. En wandelen is inderdaad een dagelijks gegeven in mijn leven. Ben je daar al lang mee bezig, met dat wandelen? Onbewust mee bezig. Ik ben altijd heel actief geweest. Ik heb altijd heel actief gedanst in mijn jeugd. Veel gefietst, veel gewandeld. Eigenlijk very old school. Ik had geen brommer, dus ik deed alles te voet of met de fiets. Ik was een natuurexplorator met de natuurvereniging. Dus wij wandelden van nature heel erg veel. Maar wandelen aan zich is eigenlijk altijd een onbewuste aanwezige geweest in mijn leven. Ja, want dat is eigenlijk iets heel natuurlijk, toch? Hè? Wandelen voor de mens, of niet? Ja, wandelen is de meest natuurlijke beweging. Hetgeen dat je automatisch gaat doen als je vroeger nog niet naar het werk moest gaan. Dan moest je eten zoeken, dan moest je wandelen om je eten te zoeken. Dus de meest natuurlijke vorm, ja. Ja, nu wandelen we naar de supermarkt of we rijden naar de supermarkt. Wandelen daar even snel doorheen en gaan dan weer met de auto naar huis. Want je hebt het in je boek over de zitziekte. Ja, de zitziekte. En wat is precies de zitziekte? We zitten te veel. We zitten inderdaad allemaal veel te veel. En dat is ook vrij logisch. We kunnen er een stukje ook niet aan doen, omdat onze maatschappij ook... Ja, alles wordt zittend gedaan. Televisie kijken. Vroeger ging je naar de televisie, duwde je op een knopje daar om hem te verzetten. Mijn dochter die weet dat zelf niet eens meer. Maar nu heb je een afstandsbediening voor alles. Ja. Alles kan je op afstand gaan doen. Je moet nergens meer naartoe, in principe, om te zorgen dat je eten, drinken, kledij hebt. Maar we zitten veel te veel, ook op ons werk. Alles wordt met de computer gedaan. Dus we zitten voor ons lichaam dat niet gemaakt is om constant te zitten, veel te veel, met alle gevolgen van dien. Ja, ik zeg dat ook wel eens. We zijn gemaakt voor een atletisch leven. En dan kijken mensen mij soms ook aan van, een watte? Maar het is niet gezond, hè, al dat zitten. Nee, het is absoluut niet gezond. Als je alleen al kijkt naar je lichaam, alles beweegt. We hebben pezen, spieren, botten. Alles is gemaakt om te bewegen. En dan gaan we dat eigenlijk constant in rust zetten. Maar als je dus tegen de natuur van de mens ingaat, die moet bewegen, alles is gemaakt om te bewegen, dan ga je inderdaad een aantal processen in gang steken met heel veel blessures. Blessures, maar vooral gezondheidsklachten, hartklachten, diabetes, een te hoge cholesterol, stressproblemen, depressies. Alles hangt ook vast met te veel zitten en te weinig bewegen. Oké, terug naar dat wandelen dan. Wat is nu, als we nu met z'n allen gaan wandelen, hè, of toch wel als we die zitziekte hebben, dat we dan toch wat meer gaan wandelen, waar moeten we dan op letten? Hoe lang moeten we bijvoorbeeld wandelen?
Ik heb een specifieke methode opgebouwd waar je elke dag 1 uur gaat actief pittig wandelen, noemt dat in mijn methode. Ja. En waar je streeft naar 15.000 stappen. Dus niet de 10.000, maar 15.000 stappen. Oké. Dat is eigenlijk hetgeen waar ik voor sta. Dat is al een flink stukje wandelen dus. Dat is niet, ik stap een halte eerder van de bus af en dan heb ik het gedaan. Nee. Dat is echt erop uit. Nee, eigenlijk niet. Dus je kiest voor 1 uur pittig wandelen per dag. Ja. En dat uurtje mag je opsplitsen, eigenlijk bij voorkeur opsplitsen. Dat je 2 keer een half uur doet of een kwartier. En dan de 2 andere stukjes met 1 iets langere wandeling, van bijvoorbeeld een half uurtje, 2 keer een kwartiertje. Mm-hmm. Zodat je je dag onderbreekt door een fikse wandeling, om je bloedsomloop, je hart eventjes aan het werk te zetten. Maar die stappen die je zet tijdens dat wandelen, tellen al mee voor jou 15.000 stappen. Dat zijn er ongeveer 7.000 à 8.000, afhankelijk van hoe groot je bent, hoe lang je benen zijn. Ja. Maar de rest van de stappen ga je inderdaad gaan sprokkelen doorheen de dag. Die ga je zoeken in je dagelijkse activiteiten. En dat kan zijn, in plaats van naar het toilet gaan, hier in de gang in de studio, naar een ander verdiep gaan en zo wat extra stapjes halen, bijvoorbeeld. En de trappen nemen in plaats van de lift, waarschijnlijk. Voilà, al die kleine dingetjes waar we niet meer bij stilstaan, bijvoorbeeld ook geen water kan op je bureau zetten, maar water gaan halen elk uur of elk half uur een glaasje gaan drinken. Mm-hmm. Dat zijn de dingen waarmee je wel aan die 15.000 stappen raakt. Ja. Ik ben er net na de fles gelopen, hoor, maar toen waren we nog niet bezig. Maar ik ben wel gelopen. Maar dat telt niet. Iedereen moet regelmatig herinnerd worden ook. Ik denk dat coaches in het algemeen, net zoals jij, eigenlijk een beetje in de reminder business zitten. Ja. Eigenlijk weten we dat allemaal wel. Ja. Maar we hebben mensen nodig, zoals jij en ik, om af en toe aan mensen te zeggen van, ben je niet vergeten te drinken? Ja. Je fytotherapie, je wandeling en dergelijke. Wij zijn eigenlijk het spreekwoordelijke schopje onder uw billen. Voilà. Ja. Dat zijn wij. Inderdaad. Ja, mooie zeg. Als je het hebt over flink doorstappen, of hoe noem je dat? Pittig wandelen. Ja. Hoe snel wandel je dan eigenlijk? Daar staat geen specifiek aantal kilometer per uur op. Waarom? Omdat dat heel intimiderend is voor veel mensen. Ja. Veel mensen die hadden het ook weten, als je echt overgewicht hebt of gezondheidsproblemen, dan begin je vaak pas aan 2, 3, 4 kilometer per uur, echt aan een heel rustig tempo. Maar iemand die echt getraind is en die begint echt met wandelen en die een goede basisconditie heeft en wat traint, die haalt toch wel snel 6 kilometer per uur, 6,5, soms 7, afhankelijk van de training die je hebt. Maar de lengte van de benen. Ik heb zo'n hele lange echtgenoot die marathons heeft gelopen, die is ook altijd veel sneller aan het stappen dan ik. Ik loop daar altijd zo wat achter. Want dan vraag ik mezelf af, is het eigenlijk goed om met iemand anders te wandelen, omdat je dan je tempo moet aanpassen, hè? Ik ben eerder voorstander van alleen wandelen, omdat we allemaal veel meer take-you-time nodig hebben en dat alleen-momentje. Om eventjes echt tot rust te komen, om dan rustig thuis te komen. Maar wat jij daar zegt, bijvoorbeeld jouw echtgenoot, die groter is dan jij, als je daarmee gaat stappen, dan ga je vaak dat tempo willen bijhouden, waardoor jij je benen verder moet uitzwaaien. En dat kan leiden tot rugklachten. Omdat je te ver gaat stappen. Dus je moet eigenlijk binnen je eigen bekkenzone een beetje blijven. Dat was ook een van de zaken die ik vroeger verkeerd deed, met anderen gaan wandelen. En dan kies je inderdaad een ander tempo. Een trager tempo is ook niet altijd... Dat doet hij dan. Ideaal, hij wordt daar doodmoe van, zegt hij, om mij bij te houden. Moe van. Ja, hij wordt moe omdat hij kleinere stappen moet zetten. Ah, oké. Dus me, myself en I volgende keer, lieve schat. Ja. Nu, als je zoveel wandelt en je wandelt aan een hoger tempo, dan ga je ook afvallen, veronderstel ik. Dus is dat dan beter om te wandelen dan bijvoorbeeld te joggen? Als je zegt van ik wil iets aan mijn conditie doen, bij veel mensen staat dat ook, valt dat samen met ik wil afvallen. Ik weet wel dat dat niet zo is, dat je niet daarom moet gaan wandelen. Dat heb je ook al wel duidelijk gemaakt. Is ook voor je algehele gezondheid. Maar je valt wel af toch met wandelen, of niet? Want je zegt het ook, slank en gelukkig. Absoluut. Je kan met wandelen even goed afslanken als met andere sporten. Daar is het grootste bewijs voor in mijn Facebookgroep. Daar zitten 3600 dames in, waarvan dames tussen de 4, 8, 10 kilo afvallen. Enkel met het wandelen alleen en dan met extra andere levensstijlkeuzes kan je natuurlijk nog iets extra doen. Want het gaat niet alleen over afslanken. Gezondheid is uiteindelijk het meest belangrijke. Maar je kan perfect met wandelen afslanken en op gewicht blijven, op een gezonde manier. En daar is altijd heel veel discussie over als je op café gaat, de typische cafépraat van de lopers en de marathonlopers en de triathlonlopers van wandelen. Dat is voor de oude mensen. Ja. Dat doet toch niks voor je conditie. Maar ik heb daar wel een manier voor om daar tegenin te gaan. Mm-hmm. Ik heb wel een aantal bewijzen die ik kan aanreiken die het tegendeel bewijzen. U hebt het gehoord, hè?
Dat kan dus met wandelen, afval. En dan heb je het eigenlijk over een uurtje, dat uur wandelen per dag. Dat is eigenlijk al voldoende als je dat combineert met gezondere voeding om in gewicht te verliezen. Dus om vet te gaan verbranden eigenlijk. Absoluut. Ja, het bewijs is er elke dag bij mijn klanten op mijn Facebookgroep. Mensen die me gewoon spontaan laten weten, amai, ik wist niet dat ik met wandelen dit resultaat kon bereiken. Op een hele zachte manier. Maar wij gaan wel niet wandelen op een heel traag tempo. Wij streven wel naar een pittig tempo voor onszelf, wat een pittig tempo voor onszelf is. En dan ga je ook gewicht verliezen. Misschien iets trager dan met het joggen, maar het komt er wel op een natuurlijke manier. Oké. Okay. Je haalde het net al aan, hè, de voordelen van meer bewegen. Kan je die nog eens even op een rijtje zetten? Want veel mensen denken inderdaad, bij meer bewegen is afvallen op zich ook niet slecht, want een te hoog BMI is natuurlijk ook niet gezond. Hè. Je hart dat in het vet ligt, dat heeft het veel zwaarder dan een hart dat niet in het vet ligt. Maar welke voordelen zijn er nu eigenlijk van meer bewegen? Kan je die een keer opnoemen? Ja, het zijn er ontzettend veel, dus ik hoop dat je... Ik ga je er wel een kopje thee in schenken, want je hebt er net je thee al gekozen, maar ik heb ondertussen water. Zalig. Want dat is ook belangrijk, hè? Genoeg drinken? Absoluut. Genoeg drinken is ook een van de zaken waar ik enorm op hamer. Er zijn nog altijd mensen die die reminder nodig hebben. En zeker als je dan meer gaat wandelen, moet je ook extra drinken, want je gaat meer wat fixer ademen, dus je hebt al wat extra vocht nodig. Mm-hmm. Maar er zijn zoveel voordelen aan wandelen. Eentje ervan is dat het je metabolisme gaat verhogen. Voor veel mensen is dat wat, de metabowadde. Metabolisme is eigenlijk de manier waarop jouw lichaam energie gaat aanmaken. Dus je eten gaat omzetten in energie om je armen te bewegen, om je hoofd te bewegen, om te spreken, om je hersenen te doen werken. Maar als je meer gaat bewegen door wandelen, ga je op een hele zachte manier op dagelijkse basis dat metabolisme omhoog brengen. Waardoor je meer calorieën verbrandt en waardoor jouw lichaam ook uiteindelijk sterker wordt. Je gaat iets meer spiermassa opbouwen door te wandelen. Zeker als je dat combineert met spieroefeningen, waardoor jouw metabolisme nog iets meer gaat stijgen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een van de hele belangrijke zaken is als je het hebt over gewichtsafname. Maar anderzijds zie je ook dat wie regelmatig elke dag fikse beweging heeft en eventjes de hartslag verhoogt, verlichting heeft van als men het heeft over diabetes, hartklachten, spataderen bijvoorbeeld. Daar zie je een mooie verbetering van, vooral bij wandelen. Een voordeel tegenover joggen dan? Wandelen is daar toch iets efficiënter in? Ja, want je hoort toch vaak zeggen, spataderen moet je uitkijken met schokken. Dan is het toch wel heel belangrijk dat je bijvoorbeeld de juiste schoenen draagt als je gaat wandelen. Dat je niet op een... Ja, ik zeg maar iets, een schoen die je aantrekt om naar kantoor of naar het restaurant te gaan, die trek je niet aan, maar wel een fatsoenlijke wandelschoen. Dat is toch ook belangrijk, of niet? Bijvoorbeeld voor die spataders bedoel ik, hè? Is absoluut belangrijk. Ik heb zelf spataderen. Waarom dat komt, weet ik niet. Mm-hmm. Het is ook niet familiaal. Ik sport al mijn hele leven. Ik eet heel gezond, maar ik heb daar ook last van. Ja. En ik merk dat inderdaad bij joggen, waar je een grotere impact gaat hebben, daar had ik eigenlijk een verergering van de symptomen. Ja. En ik heb dat ook door de dokters bevestigd gekregen dat joggen daarbij niet zo ideaal is. Mm-hmm. Het zijn heel veel schokken op je aderen, maar ook op je huid, waardoor je huid ook iets sneller gaat slapper worden. Dat is ook een van de bijverschijnselen bij veel mensen die extreem gaan sporten. Er zijn heel veel verschillende topsporters, dat kan je niet vergelijken met de jogger die af en toe eens naar buiten gaat. Maar door inderdaad dan ook de juiste schoenen te gaan dragen, ga je ook die impact gaan verlagen. Dat is niet alleen op je huid of op je bindweefsel, op je gewrichten. Op je gewrichten onder andere, maar dat heeft dus ook heel veel voordelen voor je rug. Veel mensen hebben rugklachten. Mm-hmm. Daarvoor is het heel belangrijk dat je de juiste schoenen draagt. En die kunnen best wel modieus zijn, hoor. Mm-hmm. Dus voor een lifestyle walking heb je geen bergschoenen nodig, maar gewoon een goede demping. Een goede demping. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja, een goede sneaker, die er misschien nog niet ook een beetje mooi uitziet, maar wel goed dempt. Dat is een hele belangrijke. Ja, en zeker geen platte. Dus ik heb nu vandaag Nikes aan, die eigenlijk geschikt zijn voor lopen, maar die zitten zo'n beetje tussen lopen en wandelen in. Mm-hmm. Die gaan jou ook extra vooruit gaan duwen, gaan jouw voet voldoende afrollen. Maar die typische sneakers, zo de hippe sneakers, de platte, dat zou ik zeker niet gaan dragen. Dus deze niet? Nee, ik heb die ook, maar die zijn hip en die zijn goed voor je stappen doorheen de dag. Maar als ik dan de mijne eventjes, als ik even zelf ga strippen, dan zijn die iets beter geschikt, omdat je daar toch een beetje een extra demping hebt. En ze zijn mooi. En ze zijn ook nog eens mooi. Ze passen bij mijn outfit. Dus je ziet maar, je kan best wel modieus gaan wandelen. Ja, je zei het net, je had het over rugpijn. Veel mensen, of ook rugpatiënten, denken, wandelen, dat is niet goed voor mijn rug. Dat is dus een groot misverstand. Dat is absoluut
absoluut een groot misverstand. Ik coach zoveel mensen, zowel in bedrijven als in individuele trajecten en in groep, met rugklachten. En dan zeggen ze, ja, maar ik ga dat toch heel voorzichtig doen. Ik ga niet wandelen, ik ga toch een klein beetje doen. Maar als ze over die grens zijn, rapporteren ze allemaal minder rugklachten. Zeker als ze het combineren met af en toe ook eens fietsen. Fietsen is ook heel erg goed voor lage rugklachten, bijvoorbeeld. Wat eigenlijk denk ik het meeste voorkomt, omdat we te veel zitten en op bekken zit helemaal vast. Bij vrouwen zit daar heel veel spanning ook nog eens vast. Ja, wij zetten onze stress vast in onze heupen. Hè. Wisten jullie dat trouwens? Ja, ik heb het geleerd op yoga, dat men dat tegen mij zei. Ja, wij vrouwen, wij zetten onze stress vast in ons bekken, in onze womb, echt letterlijk. En ja, dan is het inderdaad belangrijk om dat te laten bewegen. Hè. Nog zo'n kwaaltje is gezwollen voeten of gezwollen benen. Ook wandelen? Absoluut wandelen, omdat je daar ook eigenlijk een soort pompbeweging gaat maken met jouw kuitspier onder andere, waardoor je de aders gaat aanzetten om dat bloed terug naar boven te pompen. En dat is echt wel superbelangrijk dat je elke dag voldoende recht staat en niet 8 uur wacht. Je weet allemaal, als je heel lang in de auto zit bijvoorbeeld. Oh, ja. Als je op reis gaat, voel je dat. Hè? Je wil even stretchen. En toch doen we dat met ons werk wel. Hè? We gaan er even uit. En vaak, ik weet, heel veel mensen eten zelfs achter een computer op kantoor. Dat is vreselijk. Hè? Ik pleit ook altijd voor, pakt u uw lunch mee, ga de wandelingske doen. Ik ben helemaal mee met jou, hoor. Ik vind het helemaal fantastisch. Ik vind jouw boek ook helemaal geweldig. Nu, je zei net al dat het helpt tegen spataderen. Dus het is echt wel... Je moet niet denken van mijn voeten zijn niet goed, mijn benen zijn niet goed, mijn rug is niet goed. Maar gewoon zachtjes aan beginnen en naar je lichaam luisteren, veronderstel ik. Maar het is ook heel goed voor het kopje, hè? Absoluut. En ik denk dat we dat vooral gezien hebben tijdens de lockdowns, waar mensen vastzaten thuis, ook heel veel uitdagingen hadden op mentaal vlak, om ineens van de werkvloer te gaan thuiswerken met 2 kinderen of 3 kinderen in huis en een andere partner die ook aan het werken en aan het bellen was. Maar mentaal heeft het heel veel voordelen. Omdat als je gaat regelmatig bewegen, jouw lichaam komt in beweging, maar je hoofd komt ook letterlijk in beweging. Je merkt dat ook als je gaat bewegen, ga je ook andere gedachten hebben. Ga je beginnen dingen loslaten? Ga je beginnen nadenken over dingen waar je thuis dikwijls mee vastzit? Dingen die je niet kan oplossen op het werk, worden meestal opgelost op het moment dat je absoluut niet het werk loslaat. Jij schrijft ook boeken, dus je zal ook weten als je vastzit bij het schrijven. Ja, naar buiten. Blijf dan niet zitten. Sowieso, naar buiten. Ja, absoluut. Ik zeg het maar, ik ben al aan de thee. Dat ga ik dan ook meteen eens doen. Je bent niet zo geëquipeerd met lepeltjes en toestanden, dus je moet gewoon het zakje op je bordje leggen. Het is je vergeten. Dank je. Ik heb me laten vertellen dat wat jij net beschrijft, dat te maken heeft met als we heel erg in stress en in angst zitten, dat dat meer ons oerbrein is. En als we wandelen, dat dan de prefrontale cortex het overneemt en dat die creatief denkt en oplossingsgericht. En dat dat ons zo helpt, omdat we dan in de natuur buiten zijn. Het is bijna mindfulness, hè? Zo de geuren, de geluiden, het voelen van takjes of blaadjes onder je schoenen. Ik vind het ook een heel fijn... Ik heb het ook ontdekt, hoor. Moeten ontdekken, want ik dacht ook dat dat voor oude mensen was. Maar dat is dus niet zo. Wij zijn allemaal nog heel jong en rock en roll. Nu... je zei al net van het is niet zo goed om met iemand te wandelen. Enfin, je kan beter wat jij als ondersteunend coach in Take Your Time. Take You Time. Take You Time. Dat je alleen wandelt. Maar dan is het ook niet met oortjes, met muziek en telefoneren. Dan is het eigenlijk echt even alles loslaten, toch? Het is de beide. Er zijn heel veel mensen die het heel druk hebben, die een druk bestaan hebben op het werk, die ik ook aan het bewegen wil krijgen tijdens het werk. En daar is inderdaad soms het probleem dat men op dat moment wel zou kunnen wandelen en telefoontjes doen, wandelvergaderingen doen. Dan is dat al beter dan niets. Voilà, dan is dat al de basis, ook dat eten aan het bureau. Ik heb liever iemand die eerst een fikse wandeling doet... En dan eventueel om tijd te sparen, omdat ze geen langere pauze hebben op het werk. En iedereen heeft de luxe om langer te nemen, om dan aan het bureau te eten. Maar je kan inderdaad bepaalde activiteiten doen, maar ik raad ook wel aan om af en toe die stilte-momenten te hebben. Om gewoon eens niks in je oortjes te steken, om niet te gaan bellen, niet naar een podcast te luisteren, wat heel fijn kan zijn, maar niet altijd. Soms hebben we gewoon stilte nodig. En dat is heel simpel, want mensen vragen dan, ja, maar ik wil bidden of ik wil mediteren. Dat is zo moeilijk. En dan denk ik, maak het zo moeilijk niet. Ga gewoon wandelen. En dat is al meditatief. Ja, absoluut. Ja. Dus we worden er eigenlijk helemaal beter van. Hè. We hebben
Onze geest komt tot rust of gaat creatiever denken. Onze spijsvertering verbetert. Ons lichaam wordt sterker. Ja, voordat je het weet, worden we eigenlijk acrobaatjes. Hè? Kijk maar. Instagram versus realiteit. Dat was Celeste Barber. Ik vind haar geweldig. Want ik zie soms ook dingen passeren op social media dat ik denk, dat is niet menselijk. En Celeste kan dat dan heel mooi ontkrachten. Maar jij bent eigenlijk ook een voorstander van je spierentraining. Je hoeft dus niet op je hoofd te gaan staan, maar jij bent ook echt voor krachttrainingen. Absoluut. Ik denk dat dat een noodzaak is voor iedereen, voor jong en oud, man en vrouw. Mm-hmm. Krachttraining is ontzettend belangrijk. Niet alleen om die spiermassa te gaan op peil houden, die sowieso met het ouder worden naar beneden gaat, waardoor je metabolisme naar beneden gaat, waardoor je langzaamaan bijkomt, ook extra kilootjes en extra vetmassa gaat maken. Maar anderzijds ook merk ik dat als mensen en vooral vrouwen dan gaan werken aan spierkracht, dat zij zich ook niet alleen fysiek sterker voelen, maar ook mentaal sterker voelen. Omdat je eventjes tijd maakt voor jezelf en je staat gewoon ook krachtiger in het leven. Met de mooie bonus dat je slanker wordt, dat je ook een mooie figuur hebt, maar dat je minder rugklachten hebt, minder pijntjes en dat je ook minder snel op oudere leeftijd gaat vallen met zware blessures bijvoorbeeld. Ja. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Ja, je hoort vaak over die core, hè, die core training. Dat is eigenlijk je middenrif eigenlijk. Hè, dat eigenlijk dat sterk moet zijn om je lijf te dragen. Je gaat me straks een paar oefeningen tonen trouwens. Want ja, veel vrouwen, weet ik, denken vooral als ze denken krachttraining, oh nee, dan ga ik eruit zien als Jerommeke en dat wil ik niet. Maar dat is niet zo, hè? Nee, dat is absoluut niet zo. Ik werk met een combinatie van oefeningen die inwerken op de lagere spierlagen en hele kleine micro oefeningetjes om eigenlijk het lichaam compacter, maar sterker te maken. Een beetje een mix tussen ballet, yoga, pilates. Maar echt hele kleine oefeningen. Mm-hmm. Maar daarnaast voeg ik ook wel gewichten toe. Vooral naar de armen, want dat is een zone die heel veel vrouwen storend vinden. En je kent het wel, de bingo wings en de flapperarmen. Ja, ik noem dat de kippenflappers zo. Ja, inderdaad. Dus. Ja, die dus. En die kan je wel aanpakken met gewichten. En ik merk ook dat heel veel mensen echt een hele lage spierkracht hebben. Mm-hmm. Dat als je testjes doet. Ik heb hier nu bijvoorbeeld gewichtjes mee van 2 kilogram. Ze gaat heel veel testen, dames, denk ik. Ga mij toch niet testen, hè? Nee, hè? Ik ga jou een beetje testen, maar mag ik eventjes terugkomen op die video die je net toonde van die Instagram? Ja. En mag ik even strippen? Want ik heb toevallig een t-shirt aan vandaag. Ja. Wat staat daarop? Imperfection is a form of freedom. Ja. En je hebt helemaal gelijk. Oh, wat een goed t-shirt is dat. Voilà. Ja. Dus ik ben hier ondertussen aan het zweten, dus eigenlijk zou ik beter echt strippen, want het is hier heel warm in de studio. Maar imperfection. Mm-hmm. Ik zie daar inderdaad die dame die de situatie hekelt waar al die perfecte mensen aan yoga doen. Ik ken wel wat yoga, ik doe geen yoga, maar tegenwoordig denken mensen dat als je yoga doet, dat je er perfect moet uitzien. Ja. En wat is perfect? Eerlijk gezegd, mijn billen zijn ook niet meer zo strak als toen ik zo oud als mijn dochter van 16 was. Ik heb ook broebeltjes en boebeltjes. En dat is normaal. Dat is normaal. Dat is ook een vrouwelijke eigenschap, hè, die broebeltjes en die boebeltjes. Dat is vrouwelijk. Ja. Hè, maar ja, het is zo dat we inderdaad dat ideaalbeeld in onze strot geduwd krijgen, vaak via de social media. En jij wil dat ook echt ontkrachten. Hè? Je wil echte mannen, echte vrouwen, lichamen blijven. Dat oké is, maar we moeten ons sterker maken en aan onze kracht en aan onze conditie werken. En dan best met, je zei het net al, met de goede schoenen. Ik moet eerlijk zeggen, als ik zo eens een filmpje doe, sporten, dan doe ik toch altijd iets met een mouwken aan voor tegen die flabberkes, dat je die niet zo ziet. Maar je zei net in het begin van het gesprek, jij wil mensen dus motiveren om 15.000 stappen per dag te zetten. Ik vind dat allemaal heel mooi, maar hoe doe je dat als je thuis werkt? Want je had het net over kantoor en liften en zo. Hoe doe je dat als je thuis werkt, zoveel stappen zetten? Want veel mensen zitten nog steeds thuis te werken. Ja, absoluut. Er is inderdaad een verschil tussen als je gaat werken of als je inderdaad thuis werkt. Mm-hmm. Maar ik heb het altijd over walk the talk. Ik doe zelf die walk the talk. Ik werk ook thuis. Mm-hmm. Ik ben ondernemer, ik ben heel druk bezet en ik heb een kantoorjob. Mm-hmm.
Maar als je in je dag bijvoorbeeld meer jezelf eraan doet denken om niet gekluisterd aan die stoel te blijven, maar elk half uur even rond te wandelen. Mm-hmm. Je kan een klein klusje doen in huis, waarmee ik niet zeg dat alle vrouwen die thuiswerken alleen maar huishoudelijke klusjes moeten doen. Nee, die mannen moeten ook de was insteken. Voilà. Mannen moeten dat ook doen. Maar het is wel, ik zie het eerder als een kans om wat extra stappen te zetten. Mm-hmm. Of ik ga bijvoorbeeld eens naar boven een extra klusje doen. Ik loop een paar keer de trap op en af als ik naar boven ga. Op en neer, op en neer. Ik heb een kleine trampoline thuis, waar ik af en toe tussen twee gesprekken met klanten of vergaderingen ga ik gewoon heel snel die trampoline en dan spring ik 1, 2, 3 minuutjes. Ik zing heel luid een liedje, ik amuseer me. Endorfines aanmaken. Ja, want daar word je blij van, toch? Ik heb ook nog een tip. Ik doe aan touwtjes springen. Super. Ja. 5 minuutjes touwtjes springen. Ja. En ik doe dat vaak tussendoor. En dan krijg ik soms reacties als ik dat dan eens post. Van, ja, maar ja, jij staat daar in je gewoon kleren. Ah ja, want ik loop van achter mijn computer. Ik spring een beetje en dan ga ik terug achter mijn computer. Maar dat geeft mij ook lucht op de een of andere manier. Ja. En als het beter weer is, doe ik het buiten, maar nu doe ik het binnen. Ja. Mijn honden kijken me dan aan van, oh, there she goes again. Maar dat is een goede stimulans, hè, honden, om te bewegen. Absoluut, ik heb er ook eentje. Dus, ja. Het is een stimulans, maar ik hoop wel dat mensen geen hond gaan kopen om, als coach. Nee, maar ik merk wel dat als ik niet train, dat mijn honden veranderen in zo currywosjes op, of zo vleeskroketjes op pootjes of boeldeberlijkjes op pootjes. Dus bewegen is voor hen ook heel belangrijk. Je had een paar oefeningen voor mij. Ik zie dat de klok al heel snel gaat. Kunnen we nog 2, 3 minuutjes wat oefeningen doen? Ja, absoluut. Met heel veel plezier. Okay, dus geen excuses meer. Ik ga jou volgen. Wat moet ik doen? Goed, all right.